Hola, hola! Hey. We zijn live! Ja. Met de restjes. Wat voor titel heb je nou gekozen? Wat eten we vandaag? Vanavond? Oh, wat eten we vandaag? Met? Ja. Ik dacht dat ik nog een andere titel bij had gedaan. Ja, hashtag het is niet wat je denkt. Het is niet wat je denkt. Lijkt net wie is de mol. Het is niet wat je denkt. Volg alle zinnen. Het einde van, hè, dan kun je Klaas vaker vinden. Was het toch afgelopen keer? Ja, dat klopt. Ja, we zijn een beetje cryptisch. Maar hè? Heb je nou cryptisch? Denken ze nou dat we die restjes gaan eten? Ja, misschien wel. Ja. Wat zouden jullie ervan maken? Wat zouden we hiermee kunnen maken? Hebben jullie tips voor ons? Laat het eventjes weten. Ik weet niet of jullie allemaal kunnen zien wat erin zit. Stijn, laat eens even wat zien wat erin zit. Meloen en aubergine, die hebben we vanmiddag op. Munt, vanmiddag ook. We hadden caponata vanmiddag gemaakt, Italiaans. Zelf met onze Spaanse buren gegeten. Ja. Hey, en champignons. Champignonrestje. Ja. Nee, maar dit is niet voor ons. Oh, maar Astrid, maar wat dan? Jullie zijn... Dit is voor Canella. Oh, Stijn is weer de grapjas aan het halen. Oh, kijk eens. Hij heeft er zin in, hoor. Irma zegt, jullie zijn vroeg voor het Spaanse avondeten. Ja, dat klopt, ja. Dat komt door Nicole. Ja, komt door mij inderdaad. Ja, maakt niet uit. Oh, wacht, ik zal even. Hola. Ja, dat komt door mij inderdaad. Ja, Stijn had ook natuurlijk voor een Spaans tijdstip kunnen kiezen. Maar ik ga zo yoga doen op het strand. Dus benieuwd, zegt Sylvia. Even kijken, hoor. Kijk nou eens. Canella. Ja. Ah, lekker Geeft aan het eten, hè? Blij dat we haar er nog mee kunnen blijven. Ze zit eigenlijk ook op een paleo dieet, hè? Ja. Jullie cool dieet deze. Ja, precies. Alleen dan de restjes. maar ze ziet er gezond uit, hoor. Ja. Ze is fit. Hola, hola Marjolein. Leuk dat je er live bij bent. Ja, eens eventjes kijken, want dit gaan we dus niet eten. We hebben ook aan het konijn gedacht. Maar ik vind het wel gezellig om samen te eten natuurlijk. Nee, we gaan iets anders maken of eten. En ik heb iets gemaakt wat ik voor de tweede keer nu gemaakt heb. En Stijn heeft net nog even een proeftest gedaan. Ja, we kunnen het gaan delen nou. Ja, we mogen het nu gaan delen. Het staat nog niet op de website, maar goed, we gaan het wel met jullie delen. Want we moeten natuurlijk goed testen. Irma, leuk, ik zit over 2 weken ook eindelijk in Spanje. Kijken of ik ook kan yoga. Stijn, ik ben aan het lezen. Kijken of ik ook kan yoga dan. Ja, superleuk. Maar wat is het? Wat is het? Wat zit er nu voor mijn gezicht? Kunnen jullie het zien? Hoe kan wat dat? Brood, hoe kan dat nou? Brood. Het is brood. En ik zal even laten zien wat voor brood. Ta-ta-ta-ta. Oh, wacht. Ta-ta-ta-ta. Focaccia is het. Kijk eens. Lekker, hè? En, nou, ik vind hem echt goed gelukt. Hij is even vanaf deze kant. Ook. Ja, laat even zien. Oh. Ja, hij is stevig. Lekker, hè? Kijk. Oregano smaak, heel lekker. Je kunt alle kruiden erop doen die hij is erop. Heel mooi. Hey, de kijk, onderkant is ook mooi. Wacht, onderkant. Oh, kijk nou. Ja. Kijk hoor, hij moet even focussen. Mm. Kijk. Mooi, hè? Je ziet echt wel dat hij heel mooi krokant is. En lekker. Met oregano. Glutenvrij? Ja, zeker, Lisa. Dit is helemaal glutenvrij. Want we gaan het recept met je delen, maar er zit dus... het is gemaakt van kokosmeel, amandelmeel, knoflookje zit erin, oregano, zout en dat is het eigenlijk. Kokos proef je helemaal niet terug. Nee. Dus dat is wel goed eigenlijk. Ja, dat is wel goed. Ja, dat is eigenlijk wel goed. Ziet er heerlijk uit. Nou, hij is stevig. Nou, lekker. Mooi. Hij is beter gelukt dan zondag. Wanneer zondag had ik hem gemaakt. Ja, een trucje ontdekt, hè? Trucje. Ja, trucje gaan we uitleggen in het recept. Ja. Heb er al zin in. Ziet er heerlijk uit, zegt Marjolein. Super lekker, zegt Lisa. Met een soepje. Jazeker. Kijk. Echt een maaltijdsoep. Goeie kom. En dit is een courgette soep. Met lekker wat knoflook, hè Stijn? Echt. Dit is bijna knoflooksoep. Ja, het is heel lekker. Knoflook. Ja. Ja, courgette bedoel ik. Knoflook met courgette. Nee, het is wel courgette met knoflook. Lekker, hè? Ja, heel lekker. Dus een soepje eigenlijk met dit focaccia is eigenlijk ook een super lekkere maaltijd. En we hadden nog een restje van gisteren. We hadden een soort rauwkost met wortel, witkool. En we hebben wat zaad erin gedaan. Een hele lekkere romige saus. Ja. Was van, in dit geval hebben we, geitenjoghurt. Oh ja, geitenjoghurt. Ja, dus niet helemaal lactosevrij, maar wel een stuk minder. En anders kun je heel goed kokosjoghurt gebruiken. Dus, het is wel soepdag vandaag, misschien. Misschien, hè?
Soep, ja, soepdag inderdaad. Vertel eens, Stijn. Wat, nou, wat ga jij straks doen? Sorry, ik zit echt met mijn mond vol. Maar... Oh. We hebben toch tegen jullie gezegd dat we nog met onze buurman gaan koken, Peppe. En we zouden caspaccio gaan maken. En mijn favoriete soep, jirporra, salmorejo, die zouden we ook gaan maken. En eigenlijk zouden we het gisteravond gaan maken, om 9 uur. Alleen toen kregen we een berichtje dat hij een vriendin ontdekt had. En, ontdekt had? Ja, nou, die had hij heel lang niet hij gezien. Heeft een vriendin, maar een, nee, hij heeft een vriendin, een maar amiga. Had hij had heel lang niet gezien uit de Dominicaanse Republiek, dus het kon niet doorgaan vandaag. Maar waarschijnlijk, hopelijk, je weet het nooit hier in Spanje, vanavond rond een uur of 9 gaan we die soep maken. En het idee is dat we hem op video gaan zetten. Ook. Ja, 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 dus dat wordt geen live video, maar nee, gaan we eentje opnemen, die we gaan opnemen. En dan kunnen we delen, moet even toestemmen. Kunnen we even peppen, even voorbereiden. Dus dan hebben we vanavond nog een soepje wat we gaan, ja, gaan eten. Ja, weet je wie er ook soep aan het eten is? Mijn moeder. Nee, Lisa. Lisa, oh, ja, ja, met een kippendijtje. Oh, dat is lekker, hè, kippendijen. Ja, dat is ook een ontdekking. Ja, ook een hele goede combinatie. Heb je toch lekker je groentjes en dan lekker met kippendij. Ja, dus het is voor ons wel soepdag. En, ja, ik ben benieuwd naar het recept, wat de code is. We gaan de code kraken van de caspaccio en van de porra. Ja. Dus dat is wel leuk. Dat is wel heel leuk. Maar de porra zit nog wel een uitdaging, hè? Ja, want die is niet helemaal culicool, nee, omdat er brood in zit. Er liggen al een week stokbrood in huis waar we niet aan mogen komen, want er moet oud stokbrood in. Nou, als we dit nou heel oud maken, of misschien is dit al goed. Ja. Het zou kunnen. Of gewoon... ik dacht misschien wel gewoon amandelmeel ik gebruiken. Dacht ook. Maar ik wil eerst het recept, het originele recept van Peppe weten. Ja. En dan is het dus met brood, nou dat weten we. En dan gaan we de culicool variant maken, zodat we een hele lekkere koude soep hebben. Ja. Met glutenvrije recept. Ja. Hey, maar het schijnt echt soepdag te zijn vandaag. Want iedereen... Patricia, wij hadden vanmiddag op de BSO paprikasoep. Oh, lekker. Mm. Oh, en eet je, is dat dan zelf gemaakt en dan met de kinderen? Of had je zelf paprikasoep meegenomen? Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe dat op de BSO gaat. Of er ook gekookt wordt. Oh ja. Dat zou wel leuk zijn met kinderen. Ja, dat is leuk. Ja. Sylvia geeft aan, wel zin in soep met brood morgen. Ah, dat is een soort hint denk ik van Sylvia. Ja. Ja. En Lisa heeft een vraag voor ons. Wat is jullie favoriete gezonde tapa? Nou, Stijn? Abonnicaart. Ja? Ja, oh, culicool stijl, hè? Dan, culicool stijl, ja. Die vind ik, nou, dat is wel lekker. Gewoon, wat nog meer? Ja, ik weet het wel. En die staat op de website. Welke is dat dan? Pipirana. Ah, shit. Ja. Ja, hey, dat is mijn favoriete. Ja. Ja, pipi... Nee, ik zeg het altijd verkeerd. Pipirani. Pipirana. Pipirana. Ja, nou weet ik het ook niet meer. Pipirana. Ja, die vind ik heel lekker. Vooral als het warm weer is. Is een hele lekkere dressing zit erin. Ja. En dan pulpo zit erin. Ja. Heel lekker. Ja. Die hebben we dus gemaakt, hè? Ja, nee, inderdaad. En kamba piu piu. Ja, nee, oh ja, nee. Dat is ook een... Kamba piu piu. Kamba piu piu. Dus we hebben best wel wat tapas al op de website staan. Maar we hebben nog wel... Albondicas en amandelsaus. Ja, ja, die is lekker. En de amandeltjes. Een beetje gele saus, die is ook super. Dat is super lekker. Ja, dus ook lekker. Ja. Klinkt heel goed, zegt Lisa. En even kijken, Patricia, ze had met de kids gekookt. Iedere woensdagmiddag kookkids workshop. Zo, dat is leuk. Dat is super leuk. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja, woensdagmiddag. Leuk zeg. Ja. Hey, maar Stijn zit kunnen lekker. Kunnen ze niet een video maken als ze met kinderen aan het koken zijn? Ja, dat is eigenlijk wel leuk, omdat Patricia. Omdat je vanmiddag tegen mij vertelde van Elisabeth. Ja. Ja, lijkt me heel leuk. Ja, want een andere culicoolster die gaat nu met haar zoontjes een videootje maken. Ja. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, misschien wel andere culicool kids. Meknemeisje, toch? Ja, als het goed is wel, hè? Ja, ja, ja. Nu zit je ze al lekker te maken. Nou, als Elisabeth nou kijkt, dan weet je zeker dat Elisabeth, ben je er? Dat het een Magnum-ijsje moet gaan worden. Ja, ja, precies, ja. Een culicool-proof Magnum-ijsje. Ja, dat is wel superleuk. Dat zou heel leuk zijn. Ja. Nou, oké. Ik ga even mezelf weer laten zien. Zo. Nou, goed, je hoort het. Vol ideeën. Maar Stijn zit dus lekker te smullen. En ik wil eigenlijk ook wel gewoon even wat proeven. Maar... Ja, ik heb de knoflook wel. Wat? De knoflook wel. Ja, gelukkig is het geen 4... wat is het? 4D? Voel ik dat? Nee, dat je... Oh. Ja, 4D. 4D, wel. Dat jullie ook mee kunnen... Ruiken. Patricia. Oh, leuk. Even ouders toestemming vragen. Oh ja, je wilt natuurlijk op BSO doen. Ja, nee, dat snap ik. Moet je wel even toestemming voor vragen. Maar ja, gaaf. Weet je wel. Heel leuk. Dus ja, kun je het met ons delen. En ja, volgens mij vinden ouders het ook hartstikke leuk. Denk ik. Ja. 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 Oké, we gaan lekker eten. Dus we zien jullie graag weer bij de volgende live video. En voor degene die nog gaan eten, eet smakelijk. Ja.
En hou de website in. Dank je. Ja, Stijn gaat nog eten. Ja, Stijn gaat nog eten. Die focaccia, ik denk dat we hem binnenkort gaan delen. Nou, we zijn er nu uit. Hij is echt een keer een goed krokant broodrecept. Ja. Want vaak zijn de broden toch wat nattig of zo. Ja, totaal niet nattig. Hè? En dit is totaal niet. Dus, Oké, nou, leuk dat jullie er allemaal waren. En tot snel weer. Oké. Doei! Doei! Dankjewel, Marjolein.